oplettende kijker heeft al wel gezien dat zich hier achter mij een soort bunkertje bevindt. En dat betekent natuurlijk dat wij op een plek zijn waar de Utrechtse verdedigingslinie aanwezig is. U moet weten, de provincie Utrecht is vol met fortificaties. En die fortificaties zijn een onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. En het basale principe van de nieuwe Hollandse waterlinie, trouwens ook van de oude Hollandse waterlinie, is dat je het Nederland onder water kunt zetten, inunderen, zoals dat heet met een deftige term. En die forten die werden gebouwd daar waar inundatie heel lastig was of niet diep genoeg zou worden, kortom waar problemen waren. Dan kon je dus de doorgangen tussen die verschillende geïnundeerde delen kon je met die forten bewaken. Het is een zeer indrukwekkend monument. Het is een rijksmonument, al die fortificaties, maar het is meer dan een rijksmonument. Het is ook op de UNESCO werelderfgoedlijst gezet. Wie had dat nou ooit gedacht in de tijd toen het werd gebouwd als een verdedigingslinie? En hoe dat nu zat met die nieuwe Hollandse waterlinie, dat gaan wij bespreken met Ronald Hamberg. Dan moet jij wel Ronald Hamberg zijn. Dat klopt, hè? Dat ben ik. Dat is wel heel toevallig zijn dat je hier bent opgesteld. Dat zou wel heel toevallig zijn, ja. En als je nou hier zo rondkijkt, mm-hmm, en je weet niet beter, dan denk je, ik ben verdwaald in het Amazone-oerwoud. Ja, hè? Dat zou je wel denken. Het is eigenlijk een vrij wilde begroeiing al met al. Klopt. En dat is iets waar we eigenlijk bij die forten, wat het is toch Fort Vechten, eigenlijk nooit over hebben, is over de begroeiing van die forten. Klopt. Want het zijn nu een soort groene eilanden eigenlijk in een kaal, grotendeels door Videx-wijken beheerst landschap. Ja, en het is inderdaad die begroeiing. Als je dan die kant op kijkt, dan zie je voornamelijk begroeiing, je ziet bomen, je ziet struiken. En wat eigenlijk niet opvalt is het fort zelf. En dat was namelijk precies de bedoeling. Als je die weet, dan heb je geen idee dat er een fort achter zit. Precies, hè? Precies. En waar je naar kijkt is de fortgracht die voor het fort, om het fort heen ligt. En we staan nu naar het fort toe te kijken. En wat eigenlijk ook precies de bedoeling was, was om het fort op te laten gaan door die begroeiing in de omgeving. Dus het had allereerst een camouflerende werking. Maar niet alleen dat. Als je hier om je heen kijkt, zie je ook stekelige begroeiing. Die zou ook aan de overkant te vinden zijn. En die begroeiing was ervoor bedoeld om de vijand als een soort vroegmodern prikkeldraad tegen te houden. Dan hebben we het over de meidoorns. Ja, met die bramen trouwens ook, maar kennelijk was het toen toch voornamelijk meidoorns. Het waren toen voornamelijk meidoorns. Dit is voornamelijk naoorlogse wildgroei na de Tweede Wereldoorlog, hoewel er hier ook oude exemplaren staan. Nu begreep ik dat dit eigenlijk, wij kijken nu vanaf de noordkant naar het fort. Ja. Ja. Dit was de noordkant. Ja. En dat ook de begroeiing aan de noordkant ook een functie had. Ja. Ik heb hier een kaart van de beplanting van Fort Vechten. Rond 1900. Dat is de periode waarin de militaire beplanting wordt aangebracht. Want het is militaire beplanting. Het is zeker, hè? Militaire beplanting. Je had dus deskundigen in militaire beplanting. Ja, die had je. En er werd nagedacht over de vraag welke bomen we moeten planten. Hoeveel moeten dat er zijn? Waar moeten die komen op die forten? En het is op deze kaart heel mooi geïllustreerd. We staan hier. We staan hier aan de buitenkant van de gracht en we kijken zo naar het fort, over de fortgracht. Waar we dus niets van zien. En dan zie je dat er aan de buitenkant van de gracht, dat is waar we daar naar kijken. En maar de vijand die dus in principe zo ongeveer zo keek, daarom was de beplanting hier zo gemaakt dat dat fort eigenlijk in de beplanting verdween. Ja. Dus het fort mocht met zijn beplanting niet opvallen in de omgeving. Want anders zou het natuurlijk voor de vijand alsnog eenvoudig zijn om te raden waar het fort is. Ja. Je bent haast geneigd om te zeggen, wat jammer dat er niet eens een vijand op kwam daar. Hè? Om eens te kijken of het werkte. Ja, maar aan de andere kant, dat was nou ook weer precies de bedoeling van de linie. Om eigenlijk te voorkomen dat er überhaupt een vijand zou komen. Zo afschrikwekkend had het moeten zijn. Ja, dat leerde je op het gymnasium Civis, Pace en Parabellum. Wilt gij de vrede, bereid u voor op de oorlog. Ja. Ja, sorry kijkers, heb je niks aan gymnasiumkennis, maar het is toch leuk om het ook een keertje te zeggen. Ja. Ja, en is er ook ergens bewijsmateriaal dat de vijand
die wij toch maar even voorlopig als de Duitsers benoemen in dit geval, dat die ook afgeschrokken is door die waterlinie. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog, een paar jaar daarvoor in 1908, een rapport verschenen van de generale staf in Berlijn. Die hebben geschreven dat over de verdediging van Nederland en België. En als in Nederland op tijd de inundaties, de onderwaterzettingen, gereed waren gemaakt, dat het een ondoordringbare barrière zou zijn. En dat eigenlijk de conclusie is dat het maar beter is om er niet aan te beginnen. Ze zagen wel kwetsbare plekken in de linie. Maar als de Nederlanders genoeg tijd hadden om het in gereedheid te brengen, dan zou het voor het Duitse leger enorm moeilijk zijn om er doorheen te komen. En dat was natuurlijk in 1940 heel anders. Precies. Omdat ondertussen de militaire technologie totaal anders was geworden. Ja, dan is er sprake van onder andere de komst van het vliegtuig als moderne luchtwapen. Plus het feit dat ook de verdediging in het voorjaar van 1940 ook werd verlegd, voornamelijk naar de Gebbelinie. We moeten nog wat zeggen over die beplanting, want dat is toch een heel aardig thema. Wat ik het meest fascinerend vond, was dat er planten aangeplant moesten worden die een zeer complex en moeilijk te doorgraven wortelnet bouwden. Ja. Kun je een paar namen noemen, zodat ik zelf ook in de tuin een complex wortelnet kan aanleggen? Nou, wat onder andere werd aangelegd was dus de meidoornhaag. Die had sowieso boven de grond al een stekelige hindernis, maar onder de grond ook een taai wortelstelsel. Dat had niet alleen als voordeel dat het ook lastig was om mijngangen te graven, maar ook bij beschietingen van artillerie, dat die fortwal daardoor beter bij elkaar werd gehouden. En dat was natuurlijk weer belangrijk, want als die fortwal namelijk in zou storten, dan zou het natuurlijk voor de vijand weer makkelijker zijn om er doorheen te komen. Ik vind het enorm creatief. Is enigszins bekend sinds wanneer we dit gouden idee hebben gebruikt om die forten mee te laten begroeien? Stelselmatig is het vooral in kaart gebracht aan het einde van de 19e eeuw. Okay. Dus als ik het zo mag samenvatten, als u uw buren echt ernstig wil hinderen, ook voor de lange termijn, plant een enorme meidoornheg aan, haag aan. En ze komen ook niet bij u in de tuin, dat scheelt ook. Ook dat, ook dat. En de tuin is nauwelijks nog om te ploegen. Wel een leuke gedachte, toch? Zo'n stadstuintje. Een stadstuin helemaal vol met meidoorn. Ja. Ze bloeien mooi. Ja, zeker. Ja. Laten we even gaan kijken naar die inundatietechnologie. Laten we dat doen. Er is een maquette. Dat klopt. Ik ben gek op maquettes. Ik ben een maquette-fanaticus. Kortom. Dan gaan we naar het fort zelf. Onder consumptie van een koekje. Heb ik die koekjes nog? Het is natuurlijk niet de maquette die ik verwacht had. Het is een hele abstracte maquette. En hier kun je dus, ik neem aan dat het toch wel weergeeft, nieuwe Hollandse waterlinie. En alle sluizen die je open kunt zetten. Ja. Ja. En alle forten staan erop. Een paar belangrijke steden ook voor de nieuwe Hollandse waterlinie. Oh ja, dat zie ik daar. Ja, er wordt nu geen water meer ingelaten. Maar wanneer het wel het geval is, kun je met de verschillende sluizen die je in de maquette ziet, kun je het gebied onder water zetten. En dat was natuurlijk precies de bedoeling van de nieuwe Hollandse waterlinie. En ziet het er dan een beetje leuk uit, of niet? Dan ziet het er zeker leuk uit, ja. En wat ook leuk is dat je aan de hand van de verschillende forten kunt zien hoe die gelegen zijn in het betonnen landschap in dit geval. Je ziet wat een fort de Utrecht nodig heeft, hè? Ja, en wat je daar iets minder goed ziet, maar wat wel in de werkelijkheid zo is, is dat het gebied ten oosten van Utrecht moeilijk geïnundeerd kon worden. Dus dat ligt hoger.
En daarom moesten daar ook zoveel forten komen. Waar zien wij nu vechten? Is dat vechten of is dat vechten daar? Wat daar in de verte, die kronkeling, dat is de Kromme Rijn. Die kronkelt al meanderend richting Utrecht. Oh, dus dat eerste ding is voor het vechten? Ja, aan de rechterzijde. En de meneer gaat er nu bijna op staan. Daar, ja, hij wijst er nu naar. Hoeveel forten waren er ook weer? De hele Nieuwe Hollandse Waterlinie? Er is nu sprake van één UNESCO Werelderfgoed. Ja. De Hollandse Waterlinie, dat is de combinatie met de stelling van Amsterdam. Dat zijn in totaal 96 forten. Want ik dacht dat in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 46 forten ja, lagen. Ja, dat volgens mij ook. 46 forten. Ja. Twee kastelen. Van Muiden naar Honswijk eigenlijk. Of moeten we nog zuidelijker dan Honswijk? We moeten nog zuidelijker, ja. En je moet eigenlijk door tot aan de Biesbos. Precies, je moet door tot aan de Biesbos. Ja, 85 kilometer lang. Forten zijn bijzondere plekken geworden. Ja. Vooral door die naoorlogse periode. Dan worden ze eigenlijk gewoon tientallen jaren bijna volledig in de vergetelheid geraakt. En sinds de jaren 1990 is er een beweging dat meer opkomt. Dan krijgt de stelling van Amsterdam ook de UNESCO-status in 1996. Dat helpt natuurlijk ook mee. Ook mooie forten, hè? Ja. Stelling van Amsterdam. Ja, wel heel anders dan die van de Waterlinie. Ja. Want als je kijkt naar de forten van de Waterlinie, je kunt al een beetje zien aan de verschillende vormen. Sommige forten die zijn heel compact en klein. Ik denk maar aan de Lunetten bijvoorbeeld. Ook bijzondere bouwwerken. Sommige forten zijn weer enorm groot. Zoals Vechten en vooral Rijnauw. En daartussen zitten allerlei gradaties aan vormen en type gebouwen wat er op staat. Ja, het was toen echt dat militaire functie. Ja, zeker. En nu is het een UNESCO Werelderfgoed. Nu wordt het beschermd, mede daardoor. En vanwege ook de Rijksmonumentenstatus. En is het voornamelijk, in het gebied waar we nu dan zijn, ten oosten van Utrecht, is het een welkome landschappelijke groene oase voor de Utrechtse stedeling. Die forten zijn een soort groene forten geworden. Eigenlijk wel, ja. En ook forten, ook plekken waar het in tijden van warmte voornamelijk koel is. Het zijn de best koele plekken in de provincie. Zeker. En waar we het nu waar we het net vooral over hadden, dat die beplanting en dat groene erfgoed, dat heeft die status nog niet. En dat zou wel heel mooi zijn als we daar zeker naartoe kunnen werken. Een leuk artikeltje over planten die zware wortelstelsels vormen. Ja. Als er nou iets samenvalt met de ironie van de geschiedenis, dan is het wel de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Natuurlijk een immense, kostbare insnede in het landschap ooit. Gebouwd voor de militaire verdediging van het westelijk deel van het vaderland. En natuurlijk op den duur totaal uit de mode geraakt. Het heeft geen enkele militaire betekenis meer. Maar ondertussen is het een uniek monument geworden. Een uniek natuurmonument. We hebben iets geleerd over de complexe militaire beplantingstechnieken. Waar ik eerlijk gezegd niets van af wist. En we moeten constateren in 2022 dat die Nieuwe Hollandse Waterlinie een zegen is.